De hoofdklasse zaalvoetbalcompetitie werd afgelopen donderdag voorgezet. En we hebben beelden van die van Brodas tegen All-Stars. Dat was de eerste hoofdklassewedstrijd van afgelopen donderdagavond. De ploeg van Brodas was gekleed in het blauw en All-Star in het groen. All-Star speelt van links naar rechts op uw beeldscherm. En hier het eerste doelpunt in de wedstrijd, gemaakt door Shikere Sandvel. 1-0 dus voor de ploeg van All-Star. Felicitaties van zijn ploeggenoten. Het doelpunt wordt gemaakt in de tweede minuut. En het zou duren tot de 20e minuut voordat Dwayne Bramelo er 2-0 van maakte. En dat was ook de ruststand van de wedstrijd. Dit is de tweede helft. En Vernie Linger scoort 3-0 voor All-Star. En het werd uiteindelijk zelfs 4-0. De maker van het vierde doelpunt was Jonathan Wieberg. Duidelijk merk je dat All-Star een betere ploeg heeft dan de ploeg van Brodas. Toen kwam Brodas terug. Bjorn Greaves maakte 1-4. Hier balverlies aan de zijde van All-Star en een machtige goal van Nelom. 2-4 wordt het dan. Nelom met een heel mooie goal. Brengt Brodas terug in de wedstrijd. Maar dat bleek eigenlijk alles te zijn. Hier slecht uitverdedigen aan de kant van Brodas stelt Isaiah Josafat in de gelegenheid om de eindstand te bepalen op Brodas 2 en All-Star 5. Winst dus voor de ploeg van All-Star op de ploeg van Brodas.